Buurman is thuis. Hij zegt dat is de tas van de vrouw. Dit is zo sad. Waarom heeft hij een wapen vast? Hallo neighbor, hide and seek. We zijn inderdaad nu beland bij de allerlaatste aflevering. Zijn jullie klaar, jongens? We gaan erachter komen. Wat de weg, buurman? Wat is er aan? Ik heb er echt enorm veel zin in. Super bedankt voor al jullie support op de afgelopen afleveringen. Heb je de wist in? Smash dan zeker weten op het duimpje omhoog. Als we meer dan 3000 likes halen, gaan we kijken of de developer van deze game een aantal secrets heeft stoppen. Een aantal geheimpjes. Het standaard iets. Het standaard ritueel. Ik ben er klaar voor. Zijn jullie er klaar voor? Dan is het nu tijd voor Hello Neighbor Hide and Seek. Daar zijn we dan. We zijn zo te zien beland in een winterwereld. In een mooie winterwereldje. Overal sneeuw. Wat is dit hier trouwens? Wat zien we hier? Het zijn zombies! Wat? Waarom zijn er zombies? Waarom zijn er zombies? Heb je trouwens de vorige delen nog niet gezien? Check het hierboven. Zeker weten kijken. Het is echt enorm spannend. Maar ik heb trouwens het gevoel. We zien hier verschillende soorten zombies. En daarachter zien we hersenen. Kan ik hier gewoon langs? Zo te zien niet. Dus ik heb het gevoel dat we vandaag hersenen moeten zoeken. Wij moeten dus hersenen inleveren. Om achter te komen. De buurman verstopt. Ik heb geen flauw idee wat hersenen met de buurman te maken hebben. Maar dat maakt gewoon niet uit. Laten we eventjes kijken wat we hier allemaal hebben. Oh, dit loopt zo te zien nergens heen. Zielig moment om Ronald te zijn. Maar hier zien we weer zo'n lanceerbuis. En wat zie ik hier van nummertje? Nummertje 13. We gaan eventjes kijken. Lanceer! We knallen volop tegen een boom aan. Hoe anticlimax is dat? Dus ik heb het gevoel dat we weer verschillende soorten pijpen moeten overhalen. Verschillende soorten hendels. Om ons te verder te kunnen lanceren. Oeh, spannend, spannend. En waar belanden we? Oh my god. We zijn beland op een begraafplaats. Wat? Hey, kijk wie we daar hebben. Dat is ons broertje. Hij heeft een wapentje van. Oh my god. Oh, je gaat niet verder. Je gaat niet verder. Is de begraafplaats jouw terrein? Dit spelletje begint in één keer enorm duister te worden. Ik zie trouwens daar bij de kerktoren. Zie ik een bepaald plankje. Dus we moeten waarschijnlijk een manier vinden om daar bovenop te komen. We're daar gekomen. Geen flauw idee. Gaat dat jongetje hier nou eventjes weg? We sluipen hier eventjes langzaam omheen. Want ik ben benieuwd wat voor huis dit hier voor ons is. Gaat hij nou naar binnen? Hij gaat naar binnen. Ik moet naar binnen. Voordat we wij daar naar binnen gaan, gaan we eerst even kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Oh my god. Wat hebben we hier? Moeten we dit openen? We hebben dus een schep nodig om dit te graven. Maar waar gaan we die vinden? We lopen wel eventjes door. Hier zie ik weer wat. Wacht eens even. Deze is al open en we zien hier een Gucci-tas in. De Gucci-tas. Hey. Maar wacht eens even. Zagen we niet in de vorige cutscene van een van de vorige afleveringen? Check de vorige aflevering in de beschrijving beneden. Dat dit de tas is van de moeder. Want de moeder is waarschijnlijk want de moeder is overleden. Dus oh my god. Dit is wel in één keer heel erg duister. Oh, wat hebben we hier? Even kijken, wat staat hier? Nummertje 33. We moeten inderdaad hendels overhalen. Zodat wij onszelf over deze hek kunnen lanceren. We worden slimmer met z'n allen. En kijk hier, nummertje 13. We halen dit over. Ja, en volgens mij kunnen wij onszelf nu al lanceren. Hier is het winkelkarretje waar we straks waarschijnlijk alle hersenen in moeten. Oh god, ik hoor mijn broertje. Waar is hij? Oh, daar is hij! Oh! Wegwezen, wegwezen. Oké, we kunnen hier even stoppen. We zijn verstopt in een zak. Waarom niet? Kijk, daar loopt hij dan. Hij zal ons niet vinden hoor. Oh! Zo te zien is het water bevroren. Ik zie hier wel allemaal dingen onder. Een koevoet! Dit moeten we onthouden. Een koevoet zit hier onder water. Waarschijnlijk moeten we daar allemaal verschillende soorten dingen mee doen. Oké, we klimmen naar boven. Ja, wat ik nu eigenlijk eventjes wil doen is in dat huisje kijken. Maar mijn broertje loopt daar. Go, go, snel naar binnen, snel naar binnen. Voordat wil je of jij heeft ons gezien. Klim naar boven! Oh, hier is weer een hendeltje. Oké, die halen we over. En een boek, we nemen gewoon alles mee. Hij gaat ons pakken. Hij gaat ons pakken. Hey, broertje! Alles goed, man? We gaan eventjes kijken. Kunnen wij onszelf nu beter lanceren? Want wij hebben nu twee hendeltjes overgehaald met de nummer 13. Zijn jullie er klaar voor? Ik zie jullie geniepige oogjes al. Jullie zijn er klaar voor. Ja! Wow! Oh my god! Oké, we lanceren echt enorm ver. Gaan we heen. Oh nee, ik heb mijn boek gedropt. Waar is mijn boek? We zijn in één keer in een sneeuwgebiedje beland aan de andere kant van het leveltje. En het lijkt er gewoon op dat we hier helemaal niks kunnen vinden. Een beetje teleurstellend hoor, ja. Laten we hier opklimmen. Want zo kunnen wij namelijk hier de hek overklimmen en spring. Hopelijk ligt hier ergens mijn boekje. Want ze hebben dat boekje hier niet voor niets geplaatst. Boekje.
Oh my god, waar vliegen we helemaal heen? Wat gebeurt hier? Dit ging zo proberen. Ik zag naar boven trouwens weer hendels. Maar ik heb mijn boekje weer terug. Halleluja. Het ging een beetje fout, maar dat gebeurt soms ook, hè? Abonneer op smash like. Ik zag dat we hierboven werden gelanceerd. Dus wij moeten hier wat doen. We kunnen ons daarmee helemaal naar die kant lanceren. Maar laten we eerst eventjes hier naar binnen kijken. Wat hebben we hier? Oké, hier hebben we zo te zien een wiel voor nodig. Goed om te weten. Hier een lever over. We halen hier een lever over. Is hier nog ergens een lever die we moeten overhalen? Waarschijnlijk voor nummertje 1 moeten we een wiel vinden. En hier een winkeltje. Refs Team. Dus dat is ook wel fresh meat, zo te zien. Hé, ik ben een goede puzzelaar, hè? Moeten wij hier naar binnen? We gaan even kijken, want ik zie daar zombies. Is er iemand? Nee! Goed om te weten. Maar hier zitten spijkers in. Die kunnen we ook oppakken. Dus we hebben die koevoet nodig. Hoe we die gaan krijgen? Geen flauw idee, jongens. Geen flauw idee. Laten we dan onszelf hier eventjes opklimmen. Want ik ben benieuwd waar we net belanden. Want ik kwam hier net per ongeluk op. Want ik moest het spelletje opnieuw opstarten. Omdat ik een boek was kwijtgeraakt. Hashtag verdrietig leven. 3, 2, 1. Lanceer! Wow! Oh, wacht eens even. We zijn hier bovenop. Wat vinden wij hier? Oké, we zien hier weer een levertje. Nummer 33. We halen het levertje over. Waar belanden we nu dan? Wow, waar lanceer ik nu allemaal weer naartoe dan? Wat gebeurt hier? Maar ik zag net wat. Ik heb het water laten smelten. Dus dat betekent dat we die koevoet kunnen pakken. Hé jongens, applausje. Dankjewel, dankjewel. Nu dat we hier toch zijn, kunnen we hier nog wat vinden? Want anders ga ik eventjes proberen om op die kerktoren te belanden. Want ik wil wel eventjes kijken wat we daar bovenop kunnen vinden. Hier is helemaal niks. Is mijn broertje hier ook ergens te zien? Broertje, waar ben je? Ik zie hem ook helemaal nergens. Beetje vreemd. Ik zie dat wat trouwens aan de andere kant. Het is een kastje. Laten we daar zo ook eventjes naar kijken. Maar we gaan eerst op de kerk proberen te belanden. En ja, oh! Oh! Oh, een schepje! Oh! Dus dat betekent dat we die graven kunnen openmaken. Klinkt zo raar dat ik daar zo blij mee ben, maar soms moet je blij zijn voor de raarste dingen om de buurman te exposen. En ik weet waarschijnlijk ook hoe we die bepaalde zombies daar kunnen wegkrijgen. Oké, dit is hersen nummer 1. Kom op. Ah! Domme broertje, verdomme! Zeg niet dat ik mijn hersenen kwijt ben. Ik ben mijn hersenen kwijt. We hebben weer alle hersenen. Die gaan we eventjes inleveren. Nou, ik ga denk het eentje inleveren. Want ik wil eventjes kijken of de zombies reageren. Als de zombies reageren als ik hun hersenen vast heb. Dus gooi eentje erin. Daar zijn we dan. Zombies, kom eens eventjes bij papa. Want ik wil eventjes wat uitproberen. Ja, dat werkt. Kom eens eventjes gezellig hier. Jongens, ga eventjes bij de hersenen vandaan. Want ik moet hier eventjes naartoe. En ze zijn gone. Dit is chill, dit is chill. Lanceer! Woe! We leveren deze ook eventjes in. En we weten nu ook, hè. We weten nu ook dat in het water een koevoet ligt. Dus laten we die eventjes pakken. We hebben die spijkertjes nodig. Dus we pakken de koevoet. Oh! En dan gaan we eventjes kijken wat we bij de slagen. Fresh meat, wat dan ook. Hoe dat ook maar heet, oké. Okay. Oh, snel! Go, go, go! Go, lanceer! Oh ja, nu dat we hier toch heen gaan, kunnen we ook eventjes kijken wat we daarin... Wat we aan die andere kant vinden, in dat kastje. Oh, we hebben een wieletje hoor. Oh, plaats hem hierop. En we draaien eraan. En eventjes kijken, volgens mij kunnen we onszelf daar dan nu straks lanceren. En ja hoor, we kunnen ons straks lanceren. Oh. Dan is het nu tijd om eventjes deze spijkers eraf te halen. Want ik ben nu zo erg benieuwd wat we hier kunnen doen. Oké, we halen de plank weg. We gooien hem weg. Hallo? Hé, ik zie hier wel een hersen. Oké, we hebben één hersen. Die gaan we eventjes hier plaatsen. Want dan moeten er waarschijnlijk hier ook wel meerdere zijn. Oh, en waarschijnlijk in elk vakje. In elk vakje zitten hersenen. Nou, feestje om te vieren. Oké, we hebben er nu 2. Er zit gewoon nog eentje in. We hebben er al 3. We zijn zo goed. We zijn zo goed bezig met... Wat hebben we hier? Kunnen we hier doorheen? We kunnen hier doorheen, maar dan vallen we onder de map. Oh god. Wat? Geen flauw idee of dit de bedoeling is, maar ik ben onder de map. Waarschijnlijk hebben ze dit sowieso expres gedaan. Dat moet toch wel. Wat zien we daar? Wat is dit? Een paraplu? We hebben een paraplu. Dit is een secret. Laat onszelf eventjes oppikken door de kraai. Dat we hier weer eventjes zijn. Oké, we lanceren onszelf, maar we hebben nu een paraplu. Dus wij kunnen zo rustig deze kant weer opvliegen. En de allerlaatste. Wij zijn zo goed. Wij zijn zo goed. We leveren nu eventjes alle hersenen in. En ik ben benieuwd hoeveel we er dan nu moeten. We moeten er nog. Volgens mij moeten we nog 4. En mijn broertje heeft me gehoord. Waar is hij? Oh, hij staat daar. Hé, hey, broertje, alles goed? Ja hoor, ik vind het niet zo leuk wat je doet. Ik ga er weer vandoor. Oké, en we zijn hier weer. We pakken natuurlijk eventjes mijn paraplu. Want ik wil namelijk ook eventjes in ons huisje kijken. Wat we daar eigenlijk allemaal kunnen vinden. Laten we onszelf lanceren. Go! Oh shit, we gaan gewoon mis. Hoe teleurstellend is dat nou weer dan? Nog een keer! Gaan we nu wel raken? En ja hoor.
Oh shit, volgens mij is dit weer niet de bedoeling. Moet ik hier belanden? We zien hier een hersen in, maar hoe kunnen we die pakken? Zijn hersen is ook super klein. We moeten dus wat doen om die hersenen groot te maken. Maar ik heb geen flauw idee wat. Hey y'all, we did it. En waar zijn we nu weer beland? We zien hier een boek. Die geeft licht. He, ben ik hier alleen maar heen gegaan voor een boekje? Dat zou toch vreemd zijn? Oh, we kunnen de televisie opklimmen. Zeg alsjeblieft dat hier ergens iets van een hersen is. Want die hebben we nodig. Ik wil mijn buurman ontmaskeren. Kunnen we dat? Oh, we kunnen het ook nog echt uitzetten. Wacht eens even. Beginnen zijn hersenen nu te groeien? Ik zag zijn hersenen groot worden. What the hell? Dat was zo raar. Zijn grote. Kan ik ze nu oppakken? Nee. Dus we moeten waarschijnlijk nog wat doen om deze hersenen kunnen te pakken. Maar ik heb geen flauw idee hoe. We weten nu dus alles wat licht geeft. Daar kunnen we dus wat vinden. Want deze boek geeft licht, daar moeten we wat mee doen. Alle graven geven licht, daar moeten we dus wat mee doen. Ik zie daar wat achter. Moeten we hier een hersen opklaren? Oh my god. Is dit een satanische boek? Het is een satanische... Oh nee, zombies! Dit was zo random. Oh, ze geeft me in één keer hersenen. Ah, dat is wel eventjes lief. Dat vind ik wel aardig van jullie. We gooien alle hersenen erin. Check al die hersenen hieronder liggen. Zo sad. Maar we hebben nog eentje nodig. En dat is van die mannetje. Maar hoe pakken we die? Oeh. Oh, we hebben hem. Oh, we hebben de laatste hersenen. En dan hoeven we nog maar één act. Dan hebben we het uitgespeeld. We gaan ervoor, jongens. Geef me likes. Hashtag geef me likes. Maar we willen dit wel op een leuke manier doen. Kobe. Nope. Gooi ik ook nog mis. Kobe. Nope. Dit is zo jammer, hè? De laatste hersenen! Oh! Oh god. We krijgen eindelijk meer te weten. Waarom schiet de Auw! Hij schiet niet zo vaak op ons, jongen. Lullo, doe even normaal. Hij heeft echt van die crazy eyes, ouwe. Hij heeft echt van die crazy eyes. Oké, daar is de buurman. Hij roept ze naar binnen. Waarom is hij zo boos? Maar dat begrijp ik wel, want zijn moeder is overleden. Oké, ze gaan weer lekker dineren met z'n allen. Wat gebeurt er? Waarom pakt hij haar lepeltje af? Oh! Oké, de buurman is boos. Zo kennen we hem. Hij pakt zijn popje. Is dat niet Link zijn popje? Volgens mij is dat Link zijn popje. Maar waarom pakt hij zijn popje af? Zijn nu beland in een kamertje. Wacht eens even. Oh! Hey, jongens! Dat is dat... Oh, wauw! Dat is dat ene tentje die we ook in de Hello Neighbor zagen. Zag je die oogjes eronder, die lichtgaven? Oké, wij moeten dus zo te zien nu tellen. Hij zegt dat we moeten omdijven. Oké, jongen. We draaien onszelf om. Zullen we wat meenemen? Een gitaar of zo? Nee, we nemen de bowlingbal mee. Zo. Open de deur. Maar dit is dus de allerlaatste act. Alles is hier in één keer heel groot en duister. Waar moeten wij heen? Winkelkarretje is zo te zien leeg. Die gaat hij waarschijnlijk vullen. En wij vullen het eventjes met een bowlingbal. Kom eventjes hier, bowlingbal. Kobe! Ah! Ik zie hier een trampoline naar boven. Wat? Ik hoorde hem. Wacht eens even. Er zitten in één keer allemaal poppen hierin. Wat? En we moeten onszelf hier naar boven lanceren. Jump! En go! Maar hoe komen we daar boven? Goede vraag, Ronald. Kijken, laat me eventjes kijken. Wat zien we hieronder? Ik zie een hendeltje. Laten we kijken. Nee, waarom val ik nou weer? Wat als we op dat rode lampje belanden eerst? En dan hier naartoe en dat we dan deze hendel overhalen. Wat? Oké, we lanceren onszelf naar boven. Oh, en we zijn er. Wat is dit? Open de deur. Waarom kan ik de deur niet openen? Ik dacht dat we ook nog een andere kant op konden. Go! Laten we daar dan eventjes kijken. Broertje, ik zal je vinden, jongen. Ik zal je vinden. Oké, waar zijn we nu dan? Ik hoor hem weer! Wat? Alles zit in één keer vol! Ik hoor een deur opengaan. Oh, dit is zo freaky! Zeg alsjeblieft dat hij nu wel open is. Nu wel? Wat? Oké, we doen hem dicht. Want we moeten zo te zien nu naar boven parcouren. Ik ben een parcoursmaster! Klim hier naar boven. We gaan deze kant op. We klimmen op deze tonijnblikjes. Dit laat me denken aan die kasten van die 1 naar 4. Dat je leert dubbeljumpen. En we springen hier naar beneden. Ben ik de enige die... Oh god, we kunnen hier naar buiten. Hallo? Buurman? Ben je hier ergens, buurman? Het is zo freaky. We moeten zo te zien parcouren? Waarom niet? Ik hou wel van parcouren. Parcouren is mijn favoriete bezigheid. Mijn favoriete bezigheid om de verdomde buurman te pesten. Laten we deze kant even opspringen. Kijk. Nope. Kijk deze skill. Oké, ik faal. Okay, rustig springen. Oké, we zijn eindelijk boven. En we klimmen gewoon verder.
Wat gaan de wolken snel? Die trippen helemaal. Hallo? Kunnen we hier ook ergens de buurman zien? Want ik snap eigenlijk nog steeds niet zoveel van Hello Neighbor wie nou de Shadow Man is. Ik zie ons popje hier! Pak hem! Oké, we hebben ons popje. We did it! Mooi popje. Oh, geef het een knuffeltje. Geef het een knuffeltje. Oh god! Daar is ons broertje. Wat gaat hij doen? Hij gooit ons popje naar beneden. Hoe durft hij? Wat een gast. Ik mag hem niet. Hij duwt ons. Oh, fuck. Ik scheld niet vaak, maar... Nee! No way! No way! Oh, shit! Ze ziet het leven voorbij flitsen in slow motion. Dat ze naar beneden valt. Maar oh my god. Dit is zo vreemd. Dit zag ik niet aankomen. Dit zag ik zonder grappen niet aankomen. Daar gaan we dan. Wat? We zien daar de buurman. Hij heeft zijn handschoentjes aan. Oh nee. Hij is het gat aan het graven. Dit is ook het einde. Wat? Oké, jongens, zijn nu tot een aantal punten gekomen. Waarschijnlijk is hierdoor de buurman een beetje boos geworden. Want ik denk namelijk zelf, in Hello Neighbor spelen wij als de zoon. De buurman is boos. Waarom trouwens even Mr. Boos zijn? I don't know. Maar de buurman is dus boos op ons. Wij spelen dus als de zoon. Onze vader wil ons pakken. Wat dat te maken heeft met een kelder, I don't know. Maar de vrouw is aangereden. De vrouw is aangereden door een auto. Het zusje die is van het dak afgeduwd. En de buurman is nu aan het graven. Oh my god. Wat denken jullie wat het is? Maar wie is nou weer Shadow Man? Wie is dat? Zie hem daar dan staan. Volgens mij is de buurman een good guy. Naar deze video. Laat jullie theorieën nu achter in de reacties beneden. Dit was echt heel schokkend. Dit had ik zonder grappen gewoon niet verwacht. Dat einde houden. Oh my god. Ik begin Hello Neighbor nu wel een beetje te snappen hoor. Ik begin het nu een beetje te snappen. Want hij wou zijn andere kind ook gewoon niet kwijtraken. Zijn zoon. Ik denk dat hij niet evil is. Ik denk het niet. Heb je deze video nog niet gezien? Zeker weten. Kijk, abonneer hier in de video onder. Masterpiece. Buurman, hopelijk krijg ik meer over te weten. Want ik denk dat je een good guy bent. Ik denk dat je niet verdomd bent. Dus kan ik zeggen... Word je vol?